Je grijpt alles aan om in de spotlights te staan. Tot aan de top door te gaan. Linda, Linda. Linda, Linda. Voor 10.000 listen, laat je niet kisten. Niets is te doen. Slaap je nog, liefje? Ja, ik weet het niet. Slaap ik nog? Mooi, ik heb vannacht nagedacht. Lin, het is 7:00. Ja, ik heb hem iets eerder gezet. Ja, en ietsje harder. Mijn hersens plakken tegen het plafond. Ik wil je iets vragen. Ja, ik kan het niet wachten tot ik wakker ben. Dat ben je nou toch? Ja, als je me van het plafond afschraapt, wel ja. Jij zei gisteren toch dat die Burkinese dansact niet doorging? Dus dacht ik, waarom laat je mij niet invallen? Met een act! In je show! Ja, ik hoor je wel, maar ik slaap nog. Tommy, waarom laat je me niet invallen? Voor mijn part mag je omvallen, afvallen, terugvallen, omhoog vallen en muizen vallen. Maar niet bij mij in de show. Tommy. Nou, doe nou, Lin. Oké, waarom mag je niet bij mij in de show? A, daar ga ik niet over. B, je hebt geen ervaring. Goed geantwoord, u wint 2 uren slaap. Ervaring? Ja, dat je iets vaker doet en dat je er goed in bent. Zoals mij, met geweld wakker maken en houden. Jij denkt zeker dat je alles van me weet, hè? Maar ik heb toevallig een schat aan ervaring in de musicalwereld. Maar laat maar. Oh ja, hoe heette die musical ook alweer? Jan Klaassen en Katrijn in het raamkozijn. Ik zat in Cyrano. Linda Tasman als Cyrano. Het is niet heus, u neemt me bij de neus. Ik had niet echt de hoofdrol. Maar toch wel een belangrijke bijrol. Gastrol? Iemand van het ballet? Kaartjesverkoopster! Oké, ik zat in Cyrano in het publiek. Maar wel op de tweede rij. Ja, vertel mij wat, het was samen met mij. Oh, zat jij ook in Cyrano? Zeg u eens, waarom doet u dat toch altijd? Liegen dat u barst. Hey, let op uw woorden, ziet u mij barsten? Belooft u, Linda Cyrano Tasman, altijd de waarheid te zeggen in voor- en tegenspoed, in goede en in slechte tijden? Dat beloof ik, zowaar ik een moedervlek heb in de vorm van een hartje. Heel mooi. Wacht maar even, die heb je helemaal niet. Nou, misschien heb je wel niet goed genoeg gezocht. Misschien moet ik dat hartje dan wel tatoeëren! Moet ik je helpen met de kip, lief? Nee, hoor. Alles onder controle, hoor. Heb jij soms heel de nacht op dat kieken gejaagd? Ja, ik heb een beetje weinig geslapen, hè. Aha. Kwam door een andere kip. Ja? Ja. Gescharrel in de nacht? Nou, eerder geslacht in de morgen. Ah, wel. Alles liever dan een diepvrieskieken. Zo. Van je, Tom. Oh, wat een schoon boeket. Als je dan juist voor mij deed. Uw inpakken in plastic? Ik bedoel mij bloemen geven. Dan zou ik misschien ontdooien. Maar ingevroren blijft je langer goed. Dat had je toch niet hoeven doen? Heb je ook niet gedaan. Sterker, ze zijn voor jou. Oh. Beterschap met je enkel, Hans en Wilma. Nou, met mijn enkel gaat het heel erg goed. Oh, we zouden gaan eten met Hans en Wilma, maar ik was vergeten dat jij Rick en Veerle al had uitgenodigd. Dus heb ik tegen Wilma gezegd dat jij je enkel hebt verzwikt. Bij het squashen.
Maar ik squash helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Maar als je deed, had je vast je enkel verswikt. Die snapt er ook niks van. Je kon toch zeggen dat we een andere afspraak hadden? Nee, natuurlijk niet. Als je zegt dat je een andere afspraak hebt, denken ze dat je een smoesje verzint. Dus moet je een hele goede smoes verzinnen, zodat ze denken dat je de waarheid spreekt. Waar haal je het vandaan? Straks kun je niet meer anders, Linda. Als je zo heet, tenminste. Zeg een beetje meer respect, hè. Je hebt het tegen de recordhoudster liegen op de vierkante millimeter. Kom, Rick. Linda gaat op een, allez, hoe zeg je dat, een kleurrijke manier met de waarheid om? Ja, precies. Ik ben nu eenmaal creatief, hè. De waarheid vertellen is doodsimpel. Houd toch op. Je houdt het nog een minuut vol. Een dag. Met gemak. Houd toch op. 2 dagen op mijn sloffen. Stop. Ik zet 10 gulden in op Black Beauty met de krullende manen. Waarom geen 50? Ja, waarom geen 100? Waarom geen 1000? Waarom geen 11,25 gulden? Hollandse krenten, dat noemt zich vrienden. 48 uur? Zonder smoezen, zonder verzinsels? Een makkie. En ik hoef geen geld, ik heb genoeg aan de eer. Ja, maar wij niet. En als het niet lukt? Laat ik een hartje tatoeëren met I love Tom. Op mijn beeld. Yes! Eet de tarara. Ik ben uw kikskunis. Zeg, en wij dan? Zet jij ons namen er ook bij? Nou, ja. Van mij part de hele straat. Jij ja. Onderschat niet alleen uzelf, maar ook uw billen. Ik begin op het hele uur, 7 uur. Ja. Ja. Heb ik wel eens verteld dat ik een verhouding heb gehad met Rutger Hauer? 57, 58, 59, kom, 2 dagen lang. Ah, wel, Linda, ik neem morgen met plezier een dag vrij af. Dan komt Elise toch niet? Elise, herba, nee, de Don Juan van de Griekse eilanden met de eeuwige foto's. Ik bel wel even op en dan zeg ik dat ik grieperig ben. Doe dat. Ja, dat is goed, ja. Oké. Hoi, Elise, met mij. Even overmorgen. Hoe laat kom je? Met de foto's. Leuk. Voor je. Ja, tot morgen. Uitstel van executie. Ik ruik de overwinning al. Die overwinning ruikt verdacht veel naar verbrand kieken. Shit! Dit restaurant is niet meer wat het geweest is, hè? Dus ik ga die nacht met die Griekse jongen mee naar huis. Giorgio heet hij. Heerlijke naam en een goddelijk lichaam. En de volgende morgen word ik wakker. En in de kamer daarnaast hoor ik een geluid. Zo prrr, prrr, prrr. Ik ga kijken en wat denk je? Die jongen loopt langzaam leeg. Zit die achter de naaimachine? Nou, die kon er geen genoeg van krijgen. Nee, blijkt die kleermaker te zijn. Is het niet absurd? Hier, heerlijk authentiek etnisch, vind je niet? Ja, heel etnisch. En hij valt zo schoon. Wat vind jij, Linda? Ja, wat zal ik zeggen? Het is zeer zeker een rok. Ja, dat is het, een rok, ja. Nee, Linda, zeg eens eerlijk. Wat vind je ervan? Cookies. Vergeten. Cookies. Wij zijn alvast met de foto's begonnen. Kom, komt gij maar in het midden zitten, dat je ze goed kunt zien. Hartelijk dank, Veerle. Kijk, dit is hem dus. Een echte Griek. Giorgio. Oh, die naam. Het water loopt me in de mond. Is dat een lekker dier of is het geen lekker dier? Ja, dat is inderdaad een... Dat is geen lekker dier. Wablief. Dat is geen lekker dier. Eerder een overreden egel. Nee, niet die oude vent ernaast. Dat is de ober. Nee, dit is Giorgio die naast mij zit aan tafel. Ja, die bedoel ik ook. Die engert met die platgereden stekelkop. Zo lelijk als de nacht. Geen wonder dat je moest flitsen. Oh, misschien ligt het aan de foto. Hier, kijk. Giorgio op het strand. Helemaal in zijn blote.
Amai. Wat heeft dat manneke een grote? Padhanddoek. Wat voor een dekking. Die vent zit onder het haar. Borsthaar op zijn rug. Doe niet zo absurd. Zeg nou eens eerlijk. Oké. Is het fijn vrijen met een hoogpolig tapijt? Vind jij dat soms leuk? Ik niet. Ik ben allergisch voor huismeid. Nou, ik ben niet gekomen om George te laten beledigen. Hey, en wie is die gerookte paling naast hem? Ik ga. Ah, Elise, wacht. Je moet iets weten. Linda heeft gewet om 2 dagen lang de waarheid te zeggen. Doe niet zo absurd. Nee, echt waar. Ik moet je wel beledigen. De waarheid. De waarheid, hè? En niks dan de waarheid. Vertel eens, Linda. Heb jij echt zoveel exen gehad? Oh, Linda. En dat haar, is dat van zijn eigen zo rood? Is Tom jouw eerste? Gaan we zo beginnen. Eerlijk antwoorden, Linda. Nee. En ja, zoek de volgorde zelf maar uit. Zo, bevredigt dat je nieuwsgierigheid, slurf België? Ja. Hé, hey, Elise, wat ik me nou altijd afvraag, hè. Waarom laat jij voor de vakantie geen t-shirt drukken met op de voorkant voor heren en dan op de achterkant vrij parkeren? Oh, sorry, Elise. Jij bent precies zo'n moderne veerboot. Oh. Roll on, roll off. Wat is de waarheid toch heerlijk. Veel leuker dan liegen. Kom op, laat nog eens zo'n spannende foto zien. Zeg, Veerle, ik heb eigenlijk nog nooit jouw trouwfoto's gezien. Geen smoesjes, geen leugens en geen verzinsels. De waarheid en niks anders dan de waarheid. Ze vond het nog plezant ook. Protest. Ik eis een dopingtest. Het is heerlijk om eerlijk te zijn. Moet je ook eens proberen. Maar wel, dat is goed. Veerle, kunt jij niet wat verdikken? Ik denk altijd dat ik een polstok vast heb. Oh. Doe mij toch niks meer na vanmiddag. Oh. Jij had natuurlijk liever de hele middag zitten robbelen, hè, slurfje. Oh, en Ricky? Ja, wat dan? Heb ik jou wel eens verteld dat je zo op de centen bent dat je wel een Nederlander lijkt? Eigenlijk ben je gewoon een ordinaire kaaskop. Tarara. Als jij nou wat gullen was, hè, kaaskopje, dan werd ons hele huis niet leeggevreten door die mee-eter hier. Zeg, nu is het genoeg, hè. Kom, Rick, we zijn ermee weg. Hey, jongens. Het komt misschien hard aan, maar we hebben het zelf gewild. Ja, jij hebt goed klappen. Ze heeft nog niks over u gezegd. Oh, ik kan best tegen wat opbouwende kritiek. Noem mij fouten maar op. Ik vind je de allerliefste, ja? Allerknapste en de allergetalenteerdste man van de hele wereld. Mm. Je moet gewoon een beetje tegen kritiek kunnen. Zijn er misschien nog meer van die fouten? Je bent snel neidig. Je denkt altijd dat je de beste bent. En je bent een mietje. Een mietje? Mietje, watje, softie, doetje, slow-mo. Oh, dat doe ik graag. Opbouwende kritiek. Goed gezegd, mee-eter. Hoezo ben ik een mietje? Omdat je mij geen kans geeft in je show. Ja, geweldig. Wat een voorzet. Maar is het buitenspel? Nee, de scheidsrechter laat doorspelen. Oké. Ik maak morgen een afspraak voor je bij het castingbureau. Maar, ja, dat is een schot in eigen doel. Echt? Maar ik doe geen goed woordje voor je. En je gaat onder je eigen naam. Yes. En je vertelt de waarheid. Yes. En Veerle gaat mee als getuige. Yes, voor mij part gaat de hele straat mee. Hilversum, hier komt Linda van Bannegoor. Zeg, mietje. Wat? Als ik u een mietje noem, mag ik dan ook in de show? Jij? Het eerste wat ze vragen is, wat kunt u eigenlijk, meneer? En het tweede wat ze vragen is, wat is uw ervaring? Precies, en dan kan jij niet vertellen over je ervaring in de musicalwereld. Linda, wat vind je van dit lettertype? Voor het hartje van I Love Tom. Nee, Diana, ik vind dat meisje niks. Ze kan niet zingen, ze kan niet dansen, ze heeft een figuur als een zak aardappelen. Wil jij er even af? Dankjewel, dag schat. Binnen. Ja, mevrouw van Ballengooi, hallo. Dat ben ik. Ik ben maar meegekomen om haar handje vast te houden. Een poot uit te draaien. Zeg maar niet nou, hoor. Hallo, Linda. Nou, ga zitten. Ik heb je cv doorgenomen. Ja, dankjewel. Ik heb je... Suiker? Nee, zoetjes. Die staat nog aan. Ik heb je... Eén of twee?
2, alsjeblieft. Ik heb je cv doorgenomen. Melk? Nee, zwart. Ik ben erg onder de indruk van je cv. Ik zie dat je hebt opgegeven als zangeres. Ik hou van jou. Alleen van jou. Chansonnière? Showballetdanseres. Goochelaar. Komt de vrouwtje bij de dokter. Muzikus. Buikspreekster. Hallo, ik ben Veerle. Ik kom uit België en ik hou heel erg veel van Belgische bonbons. Presentatrice. Oh, goedenavond, dames en heren, bij het... Clown. Imitator. Etifono. Buikdanseres. Filmactrice. I want to thank my producer, my director and especially... One man. Show van One Man Show, ja. Ah, natuurlijk. Dit is Linda. Ja, hoe zal ik het zeggen? Natuurtalent, ja. Ook, maar ik mis één ding. Oh, wacht, huisvrouw, daar ben ik ook nog. Ja, vergeten. Kwestie van goed plannen, hè? Ja. Wilt u nog koffie? Nee! Ik mis ervaring. Ah, maar dat geeft toch helemaal niet, hè? Vooral doorgaan. Nee. Ik mis jouw ervaring. Pardon? Moet ik het voor je spellen? Ervaring. Oh, ervaring. Ja. Oh, dan missen er zeker nog wat pagina's. Maakt niet uit, die vak zie ik nog wel. Linda, waar heb jij bijvoorbeeld allemaal opgetreden? Nou, ik heb laatst opgetreden in... ja, om me nou zeg maar zomaar specifiek een optreden uit te pikken. Probeer het eens. Ik ben bezig met een productie in... Tommy's Place, ja, Tommy's Place. En moet ik dat ergens van kennen? Dat is een soort circus, zou je kunnen zeggen. Ah, en je staat onder vast contract, mag ik hopen, bij deze... Tommy's Place, ja. Ja, Tommy's levenslang Place. Contract, dag en nacht, ik zit in alle voorstellingen. Aha. En als ik het goed begrijp, heb je met dit circus heel Nederland doorgetoerd? Ja, we zijn zelfs in Mexico geweest. Ach. Lin! Met vakantie vorig jaar. Linda, heb je ervaring... Met optreden in het theater of op toneel of voor de televisie? U bedoelt echt ervaring? Het is een simpele vraag, dus een simpel antwoord graag. Ja of nee? Nee. Ja, nee, nichten. Ja, wat zal ik zeggen? Nee, iemand weet wat een kribbelsteltje heet. Linda! Uit welke antwoorden kon ik ook alweer kiezen? Nee. 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 Nee, nee, ik heb geen ervaring. Ik heb geen ervaring. Ik heb totaal geen ervaring. Nee! Hoe lang staat ze nou al onder die douche? 2 zakken chips lang. Nog niet zo lang dus. Hey, jongens, ik heb ongelofelijke haast. Ik moet repeteren, dus was ze heel erg down? Ik weet het niet. Haar laatste woorden waren vele stik in die chips. Ja. Dan was ze goed gezind. Nou, weet je, als het onvrolijk is, moet je maar zeggen dat de waarheid minder pijnlijk is dan een tatoeage. Ja, je hebt gelijk. 7 uur, dat haalt ze. Ja, ik hoor u nog zeggen. Waarom geen 100 gulden? Oh, je denkt alleen maar aan uw portemonnee. Ja, wilt je nog wat zwijggeld? Hé, hey, jongens, ik ben weg. Hoi. Ja, dag. Dag. Hoe is het ermee? Deed de warme douche goed? Goed. Ik moet nog wat verslagen gaan nazien. Ik laat de haptonomie aan u over. Lin, je kunt niet verwachten dat je in 1 dag wereldberoemd gaat worden. Nog 1 minuut en dan heb je de weddenschap gewonnen en dan moet je geen tatoeage laten zetten. Dat is toch al iets? Zal ik hem opnemen? Hallo, we zijn er niet. Hey, hoi, hallo, Linda, met Gerry van Ingen van Gerry van Ingen's castingbureau. Zeg, ik heb werk voor je. Een Italiaanse artiest die is zijn assistentie kwijt. En nu dacht ik aan jou. Bel me eventjes morgen terug. Hallo, ik ben er wel. Ja, nu meteen. Italiaans.
Ze hebben iemand nodig die vloeiend Italiaans spreekt. Yes! Nou, tatoeage! Heeft u een momentje? Ik moet even in mijn agenda kijken of ik een plekje vrij heb. Ja. En je doet het niet. 10, 9, 8, 7, 6. Ik kom er zo aan. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Tjaka, tjaka, hoi, hoi, hoi! Daar ben ik weer. Ja, ik heb een plekje vrij. Ja, spreek ik vloeiend. Ferro gelato italiano van Baste Baggio geliefd. Tiramisu, tiramisu, tiramisu. Cazzone, quattro stagione. Ciao bello, ciao bello, ciao bello. Guarda, è tutto molto semplice. Tu devi solo rilassarti e fare quello che dico io. Non succederà niente. È facile. L'importante è che tu apri il tuo spirito. Sì. Ma tu hai già lavorato con l'ipnosi, eh? Sì, 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 sì. Sì, sì, eh? Ora guarda. Siediti qua. Adesso rilassati. Eh? Ti senti vuota. Ti senti pesante. Eh? Le tue palpebre sono pesanti. Senti il suono della mia voce? U heeft anders best een mooie stem. Non ascoltare le parole, solo il suono della mia voce. Oh, wacht. Bent u misschien zanger? Dat is heel jammer, Anke. Heel jammer, maar het was wel spannend, hè? Ja, jammer. Maar je kan niet altijd winnen. Nee. Je kan niet altijd winnen. En jou, Willem, jou zien we terug in de laatste ronde. Maar voordat we verder gaan, eerst onze gast. Hij sluit zijn wereldtournee af in Nederland en is zeer bekend. Hij heeft zelfs opgetreden voor Prins Charles. En die heeft er nog steeds rode oortjes van. Mag ik een daverend applaus voor? Dottor X. Lin, wat doe jij hier nou? Zie. Dottor X verzoekt een vrijwilliger te krijgen voor het eerste deel van zijn act. Willem! Dit is een schitterende kans, Willem. Ascoltami bene. Luister goed. Adesso prenderai la mano di un uomo. Eens zul je de hand van een man vasthouden. E ti sentirai innamorata pazza di lui. En je bent smoorverliefd op hem. Willem. Wat ben je toch mooi? Wat ben je toch heerlijk? Wat ben je toch een lekker ding? Wat ben je toch een heerlijke ding? Oh, ga nou weer bij me weg. Wat is dit? Waar? Dank je, Willem! Tommy, waarom klappen ze nou? Je bent onder hypnose. Il prossimo esercizio, per il prossimo esercizio lei mi dovrà dire il nome di un animale. Oh, dit is leuk, dit is leuk. Ik mag een dier uitkiezen. Een dier? E la mia assistente. Ja.
pretenderà di essere l'animale da lei nominato. Ja, ja. Zijn assistente zal hier in dit deel van de act, Linda, waar ga jij naartoe? Arrivederci. Kantoor! Nee, dat ben ik niet. Dat is een dubbelgangster. Oh, wacht even. Even een stukje naar voren. Wacht even. Moet je kijken. Hier. Hier. Kijk aan de gouden toekomst tegemoet als keken. Het klinkt anders wel alsof dat je een vierkant ei ligt. Rick, het is nu wel geweest. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Straks kan ik ze nog van de liggen. Ik snap niet dat je dat met mij laat doen. Amelin, je deed het juist fantastisch. Je deed precies wat je moest doen. Helemaal niet slecht gedaan, echt waar. Applausje waard. Doe normaal. Ja, dat komt omdat je de wanden klapt. Ze is nog niet uit hypnose. Mannen, dat kan fataal zijn. Linda. Nee, Lin. Lin. Ze kan er niet uitkomen. Bel die Italiaan op. Danny is toch al lang terug in Italië. Een ambulance. Oh. Wat is het nummer? 0612. 0610. 0623-23-23. 0611. Oh, dank u wel. 06. Kip, ik heb je.